Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte. Nou, we zijn er weer jongens, we zijn weer op de kermis. Ja, de camera doet het weer niet, dus ik moet echt een keer kijken voor een nieuwe camera. Maar ik wou nog even dit laten zien. Het kermisbord, ja ja. We zijn op de kermis in... Purmerend. En dat is echt een hele grote kermis. Zie daar de chaos al, daar de reactor. Dus ja, we gaan er een hele leuke kermisvlog van maken vandaag. Dit is de laatste kermis voor vandaag. We hadden nog wel problemen met parkeren. Nou, het bleek dat het allemaal gratis was naar achter, dus dat is lekker. En daar heb je hem mooi. Daar heb je hem. De reactor, jongens. Get ready, cause he will rock steady. 3, 2, 1, go! So, so, okay, let's go, baby. Extra schakelen met de motoren, alle remmen los, komt in de gaten, get ready! Oké, alles onder controle. Doe nu nog een beetje meer. Doe nu nog een beetje meer. Jongetje, wordt de deurboot gezien dan? Oké, komt-ie. Komt-ie dan, hè? Komt-ie, komt-ie dan, hè? Komt-ie dan, hè? Komt-ie, komt-ie dan, hè? Get
get ready. 4G maximaal, moet je doen, moet je voelen. Get ready, let's go. Zo, vast is Ryan Town. Come on, haal die kaart aan de kassa. Vernieuwe rit, vernieuwe ronde. Zullen we nog een keer de andere kant op dan? De laatste ronde, supersnelheid. Gooi die handen in de lucht en die voeten van de vloer. Waar zijn die handen? Die handen. Get ready to go. Ja, dat was weer een reactor elektro, hè.
Laat dat balletje weer weg. Dat is wel. Ja, jongens, of jullie kunnen meedoen. Ja, jongens, jullie. Simon, rol maar. Oké, dat is wel nog op die finale, finale. Dan gaan we laatste rondje. Kermis. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik hier geweest ben. Ik was hier nog nooit. Oh, je kan ook nog daarheen. Ik krijg nou wat. Ik denk, nou, dit is het. Maar je kan ook nog. Krijg nou wat, joh. Je kan ook helemaal daar helemaal heen lopen. Ja. Ik kan daar nog helemaal rondlopen. Hier heb je nog van die Curls chips. Heb je hier ook Delicious. En dan heb je hier de achtbaan, die Great Canyon, hè. Ja. Er stond ook heel veel in Oosterhout, stond die. En daar heb ik heel vaak in Oosterhout gestaan. De Great Canyon, met al die wildwesten thema. Dat is wel ontzettend mooi, hoor. Ja, ik denk, nou, dat heb je het gehad, weet je wel. Nee, je hebt nog veel meer, joh. Je hebt nog veel meer hier op de kermis in Purmerend. Het is wel uitgebreid, hoor. Hey. Kijk, ik zit precies met mijn stek in de zon te kijken. Kijk, daar is de zon. Ik heb het niet irritant. Maar goed, hebben jullie geen last van? Fire dance, car garage, great garage. Ja, prachtig. Ja, zeker mooi, hoor. Nou, dan kan je een kwartaal goed weer doorlopen. Las Vegas daar zo. Pushen. Las Vegas. Ja, hij is ook wel mooi gedecoreerd. Hoe bekijk je die helikopter? Geweldig. Kermis Purmerend. Ja, mooi. Prachtig. De Horseshoe. En dan hier Cap City. Dat moet ik even doorgeven aan... aan Ricardo, want Ricardo die had het erover dat hij nog een pet wou maken met zijn YouTube kanaal erop. Dus ja, dat zou hij nog even doen, dus dat kan hij hier mooi even doen. Je kan ook kentekenplaten laten maken, petjes. Dus ik weet niet wat nou, hoort ook bij de kermisgeluiden ofzo, maar ik hoor een brandweerwagen. Ja, voor mij bij de... Ja, nou ja, goed, in ieder geval. Oh, je rijdt door het centrum heen, zeg maar. Hier heb je niet veel meer. Maar dan kan je hier rechts kan je weer naar de kermis. Maar toch behoorlijk groot, hè? Ja. Maar anders had je weer precies hetzelfde gehad als nu de tweede keer, hè? Ja.
Ja, maar dat waren dat meer... je die gesloten hadden we ook een plein overgeslagen. Ja, er waren meer pleintjes. Ja, er waren meerdere pleinen, dus. Nou, we gaan verder. Nou, we zijn een klein stukje door de winkels heen gelopen en dan kom je hier uit. Jungle Room voor die kinderen. Dan heb je daar PlayShop, weet ik voor allemaal. Hele hoge poester. En dan een Caribbean Beach Party. Oh, daar heb je een simulator weer, een schietsalon. En ja, ik wil eigenlijk niet echt, ja, daar ben ik toch een beetje aan het doen, maar ik wil eigenlijk echt een beetje attracties filmen. En niet de hele route. Maar goed, in ieder geval heb je dan wel een klein beetje zicht. Aan de overkant heb je allemaal winkeltjes allemaal. Nou, hier de Caribbean Beach Party. Vandaar een hele grote booster. Dus ja. Je hebt hier keuze genoeg hier, ook keuze genoeg. Dus ja. Caribbean Beach Party, hè. Die hebben we ook al vaak gefilmd al. Caribbean Beach Party. Dus ja. Hey. Kijk, dat vind ik nou leuk, hè? Ja, dat heb ik nou veel liever dan dat gezeik allemaal. Dit is gewoon leuk, dit is gewoon leuk, dat is gewoon kermis. Dat is Joost nou, ik weet niet waar Joost is, maar het zou wel goed wezen. Maar goed, in ieder geval... we gaan even kijken, verder kijken. Ik wil even Ger zoeken, jongens. En dan... ga ik zo weer verder filmen. Ik wil even doorgeven van die petjes. Wat blijft die lul nou? Thank you.
en de chaos. Hey!
Laatste ronde voor die blonde. Oh ja, waar ben je? Yes, yes. Here we go.
I'm gonna go get some more.
is. Dat hij geweest is, hebben ze een hele nieuwe achterwand gekregen. Ja, inderdaad, ja. Het is mooi geworden, jongens. Ja. Hij zei van ja, normaal moest het altijd met de hand moest het altijd ingeklapt worden. Nou, tegenwoordig is dat gewoon ja, met hydrauliek is dat. Dus dan kan je gewoon ja, wordt het automatisch ingeklapt en dan is het klaar. Mooi geworden, ja. Zeker heel erg mooi geworden. Ja. Nou, dit was de achterkant. We gaan nu even de voorkant filmen. Opgepast, hou je vast. Slow, 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 slow
Let's get ready. Finale, finale, finale. Move your body. 4G maximaal. Moet je doen. Moet je voelen. Moet je voelen. Oké, haal die kaart aan de kassa voor een nieuwe rit, voor een nieuwe ronde. Come on.
Jongens, wachten maar eens dat we door de stil staan. Wachten door de stil staan. Priority jongen. Zo. Koffie. Nou, dat was breakdance. Ze draaien hier echt alleen maar DJ Paul muziek, de breakdance. Net Rainbow Sky en net nou draait ze de Promised Land. Ja, echt bizar, hè? Om een echt lekker, net als ik thuis ben. Ze draaiden net alleen maar DJ Paul muziek van breakdance. Eerst wat draait ze eerst? Rainbow in the Sky. Ja. Ons cool hardcore. En nou de Promised Land. Ja, maar waar zitten we? Vlakbij 020. Dus ja, het is wel lekker. Een beetje de roepen dat ze niet even tussen. Heerlijk. En de chaos, jongens. Heerlijk. De chaos. Groetje. De chaos selection. Zo, nou dat was hem jongens. Dat was de kermis in Purmerend. Nou, hoe vond je hem? Ik vond hem echt, ik vond het een... Het was echt een mooie kermis. Ik vond het een verrassend goede kermis, ja, echt waar. Het is een mooie kermis. Ja.
Hij staat momenteel op nummer 2 bij mij. Ja, ik heb België niet gedaan, dus... Voor mij zit hij op nummer 3. Ja, bij jou staat hij op nummer 3. Bij mij staat hij op nummer 2, staat hij Purmerend op nummertje 2 in mijn... België op 1. Ja, maar ja, daar ben ik niet geweest. Dat ga ik er weer uitknippen, want hij loopt te spoileren. Oh, echt. En zoals ik in eerdere video's heb gezegd, we gaan naar een mystery campus. Ja, we gaan naar een mystery campus. En ik weet nu welke het is. Echt een aanrader. Houd het kanaal zeker in de gaten. Het is een moeilijkheid van tevoren, lul. Zo jammer weer, hè. Dat moet ik allemaal weer uitknippen. Wel waar. Nou, Joost, wat vond je ervan? Een mooie campus. Ja, het was echt een super mooie campus hier in Purmerend. Ik bedank jullie voor het kijken. En de chaos en de reactor waren samen. Ja. Reactor, zie je, chaos. Zie je ook niet altijd. Nee. Toevallig twee topattracties bij elkaar. Ja, was echt super. Ja, het bord moet ik er een foto van maken. In ieder geval bedankt voor het kijken, jongens. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En abonneer voor meer, hè. Ja. Groetjes van deze kant. Groetjes uit Purmerentos. Hoi. En tot de volgende. Hoi. Hoi.